Turn the bandit banner. Let's go. Ik ben niet vergeten hoe ik me voelde, hoe ik was en wat ik leuk vond toen ik 16, 17, 18 was. Leren van de dingen, hè, die je dan onder je ziet en die je dan mee kan nemen in je groeiproces is heel belangrijk. Ineens, Henk, was je een van de hoofdrolspelers in een serie. Ah, dat was leuk. Ja, dat was hartstikke leuk. Dat was de tv-serie De Band. Dat was tv-seizoen, even bloot uit mijn hoofd. 1987-88 was die te zien op de tv. En het ging over een jongerenbandje. Het bandje heeft echt bestaan. En alles wat wij meemaakten, vertelde de gitarist aan zijn moeder. Marjan Berk was dat. En die werd geïnspireerd daardoor, door zijn verhalen, om de tv-serie te schrijven, De Band. En zo is het gekomen eigenlijk. Wat we hier zien is een skateboard action pick uit, ik weet het jaar nog precies, volgens mij de zomer van 1979. Dit speelt zich af op het Waterloopplein, waar nu dus de Stopera staat. Daar hadden we in die twee jaar, 78-79, onze halfpipe staan. En deze foto is genomen door een jongen bij me in de klas. Dus dat moet 1979 geweest zijn. Ja, najaar van 1979, ik weet nog heel goed. Hey, nee, ik ben eigenlijk begonnen in 2003, een klein beetje voor mezelf. Met activiteiten organiseren in jeugdgevangenissen, jeugdinstellingen. Eerst ben ik begonnen met dans en toen andere activiteiten erbij gehaald. Een en ander heeft wel geresulteerd in dat ik dus nu ook samenwerk met Europese partners. Europese collega's die hetzelfde doen in hun land als ik. En van tijd tot tijd, het is een project van twee jaar, en van tijd tot tijd komen we bij elkaar en wisselen we informatie uit, ervaringen. En het moet leiden tot een eenduidige lessystematiek voor jongeren in gevangenissen en wel op gebied van culturele activiteiten. Voor jongeren die zich in een gesloten setting bevinden, die dus niet de deur uit kunnen naar een concert, naar een theater, naar een culturele voorstelling, en terwijl ze er toch echt heel erg voor openstaan. Nee, ik ga niet met ze weg. Ik kom daar naartoe. Met een ploegje van 4, 5 personen strijk je dan neer een hele week. En dan, of een hele maand. Kan ook 2 maanden. Nou, en dan ga je met die jongeren aan de slag. Bij mij gaan ze dansen, bij iemand anders gaan ze rappen, bij iemand anders maken ze een mooi graffiti decor achtergrond, misschien ook kostuums. Stukje toneel en het allemaal komt dan bijeen in een gezamenlijke eindpresentatie, eind van de maand, eind van de week. Ja, de roemruchte Electric Boogie poster, de instructieposter. Die poster die kreeg je cadeau als je dus de maxi single kocht, hè? Say What, Say Who, Alex en de City Crew. Daar zat dan deze poster bij en je ziet Werner Themen, legt dus uit hoe de Electric Boogie Move werkt. Kijk je dit soort dingen. Daar zie je Dylan Lewis, broer van Birgit. Tot op de dag van vandaag een van mijn beste matties. Werner eveneens. We zien elkaar niet zoveel, maar als je elkaar tegenkomt is het altijd weer, hey bro, what's happening? Electric Boogie en Breakdance. En dit is waarschijnlijk de beste Electric Boogie en Rape Dance specialist van Europa, Henkie Bakboord. Ja. Henkie. Ze vormen je wel. Je neemt die ervaringen mee naar de dag van vandaag. Vooral het dansen vond ik en vind ik nog steeds hartstikke fijn. Ik dans nog steeds. Ik geef nog steeds les aan de kleine kids. En wat heel belangrijk daarbij is, als je les geeft aan kinderen, je groeit mee met deze kinderen. Je weet precies wat kinderen van nu leuk vinden, wat nu hot is en of not. En datgene wat nu hot is, dat is over een half jaar, het is al lang weer totaal niet hot. Hallo, goedemiddag. Even kijken, wat voor lekkers heb je allemaal?
Als een stuk appeltaart. Ja, ja, hartstikke goed. Ja. Nou Henk, dan staan we lekker op straat. Hey, yes. Eigenlijk daar waar we je van kennen. Ja, daar is het eigenlijk zo'n beetje begonnen, op straat. Ik ging veel rond op straat, misschien een beetje te veel, dat het goed voor me was. Maar daar begon het breakdance gebeuren op het Leidseplein. We staan nu toevallig in Zuid, daar kom ik vandaan. Maar heerlijk. Ik film nu Henk, maar ik denk nog steeds aan Henkie. Is dat een groot verschil of niet? Ja en nee, dat kan ik wel even laten zien, dat is wel aardig. Kijk, nu ben ik Henk. Ja? Het is 2014, nu ben ik Henk. Maar de meesten kennen mij zo, als Henkie. Want dat was niet je handelsmerk, maar zo kenden ze jou met een brilletje? Ja, hoor, ik droeg gewoon een bril en dat was gewoon, dat moest gewoon. Uiteindelijk is het zo gekomen en zo, ja, zo is het gekomen. Hey, ja. En wat zit er nog van Henkie in de Henk eigenlijk? Alles. Die Henkie die zal nooit weggaan. Het is een gedeelte van jezelf. Nee, dat mag je nooit verloochenen. Ik ben er ook best wel trots op. Het was een mooie tijd. Ik heb er echt van genoten. Deze heren, ja, welke Amsterdammer kent ze eigenlijk niet? Gary en Gregory, de Christmas Twins, die hebben heel lang een boutiqueje aan de Utrechtse Dwarsstraat gehad. En waarom waren deze mannen zo belangrijk in jouw leven? Nou, weet je Bart, ik verloor mijn vader toen ik 14 was. En toen ik een jaar of 17 was, ging ik skateboarden. En toen begon ik dus echt die man te missen. Je komt in je puberteit, in je adolescentie. En ik fietste heel vaak langs de Utrechtse Dwarsstraat. Dat was een shortcut naar het Waterloopplein. En dan stonden ze buiten met kleurige kleding. Hi, hello skateboarder, how are you? Hi. Maar als je de boel liep te verklojoen, dan werd je er ook op aangesproken. Ze hadden er geen probleem mee om te zeggen van, hey, kom eens hier jij, ben je aan het doen, ben je mee bezig? Ja, twee opvallende heren waren dat. En ja, wat ik ook net zei, welke Amsterdammer kent ze? Niet wat oudere Amsterdammer, zou ik zeggen. Wat ook heeft meegeholpen om van Henk naar Henk, van Henkie naar Henk te komen. De mensen om je heen, die familie, mijn partner, onze dochter. Hè, het helpt toch wel om met je voeten op de grond te blijven. Zij zijn degene die ervoor zorgen, Petra en Dolores. Ja. Die zijn Petra degene... en Dolores, dat is je partner en je dochter? Ja, Petra is mijn vriendin, Dolores is onze dochter. Het besef dat deze mensen in mijn leven zijn, dat bewerkstelligen toch wel dat je met je voeten op de grond moet staan. Je hebt een gezin, je kan niet meer vlieder-fladderen zoals Henkie dat vroeger deed. Maar je blijft het wel, ergens toch wel. Bij wijze van spreken zouden we de City Crew Show, nou het is nu een willekeurige dag in de week, dus nu woensdag, donderdag weet ik veel. We zouden eigenlijk de show, zaterdag aanstaande zouden we zo weer kunnen optreden als Ben dat van ons zou vragen. Zelfde samenstelling, hup op het podium, doe je ding, Henkie, Dylan, Wennen, dansen, Alex, spinnen, Joop en Frans, musiceren, ja en gewoon weer als vroeger.